persconferentie gekeken? Vrienden, gisteren? Ja, natuurlijk, hè. Louis van Gaal. Ja. En de spanning, die was gewoon te snijden gelijk in die zaal. Het was doodstil. Louis komt op alsof er iets aan de hand is. Er is niks aan de hand. Het was gewoon een persconferentie. Maar goed, die Louis, die begint gelijk dan ook met van... Weer een kennismaking met mijn vrienden van de media. Nou, huppakee. Daar staan al die haren bij al die journalisten. Die staan alweer gelijk, woep, zo overeind. En ja, en waarom zou je, Louis? Want daarna kom je in een discussie met Valentijn Driessen. En dan ga je hem beledigen een beetje met door te zeggen in dat krantje van jou. En dat herhaal je dan nog een keer. En dat is allemaal niet nodig. Louis van Gaal. Nee. Want Louis van Gaal, ik heb het hem vaak genoeg gezegd. Sportjournalisten weten gewoon heel weinig van voetbal. Die kunnen gewoon leuke stukjes schrijven. Daar zijn ze mee bezig. Ze weten hoe ze een krant moeten vullen. Daar zijn ze mee bezig. En ze weten in algemene termen iets van voetbal. Maar die zijn nooit zo gedetailleerd bezig met voetbal als een trainer. Zijn de journalisten bij gesprekken, één op één met een speler? Zijn ze in de kleedkamer? Nee, daar zijn ze niet. Zijn ze bij de training? Nee, daar zijn ze niet. Zijn ze bij een tactische bespreking? Nee, daar zijn ze niet. Dus wat zal je nou druk maken om die journalisten? Geef ze iets leuks. Treed ze op een leuke manier tegemoet. Net zoals vroeger Hiddink deed en Beenhakker. En klaar was Kees. Ja, en die hadden altijd wel een one-liner of weet ik veel. Was er een journalist met een vervelende vraag? Dan zei je, heb je ruzie gehad vannacht met je vrouw? Hup, al die gasten lachen en weg was het probleem. Snap je? Want dat vinden al die journalisten leuk. Als er een van de collega's wordt afgezekerd. Maar als je de hele groep gaat beledigen, dan voelen ze zich allemaal aangevallen. En dan, ja, dan kruipen ze naar elkaar toe. Ja, en dan gaan ze allemaal vervelende stukjes over je schrijven. Want die Valentijn Driessen heeft nu ook alweer een kritisch stuk geschreven, Louis, over jou. Omdat je zijn krantje hebt genoemd. Zo verschrikkelijk dom en onnodig. Maar goed, laten we daar nou eens een beetje om gaan lachen, vrienden, om Louis. Want hij zegt dan ook bijvoorbeeld, ja, ik stel die op of ik nodig die speler uit. En dat is niet des Van Gaals. Louis, mensen die in de derde persoon over zichzelf gaan praten, die geloven in zichzelf. En dan ben je, ja, reddeloos verloren. Als je in jezelf gaat geloven. Want dan heb je al behoorlijk veel last van het Hoovercraft-syndroom, vrienden. Ja, en dan ga je zweven. En dan gebeuren er allemaal ongelukken. En dan ben je zo vol van jezelf. En dan krijg je dat soort uitspraken. Maar laten we daar nou om lachen, vrienden, met z'n allen, om Louis. Ja, laten we dat nou doen, want anders is het niet vol te houden. En we kennen Louis nou toch? En die man is 70, of weet ik veel, zoiets, is bijna net zo oud als ik. Die ga je niet meer veranderen. Dus laat hem nou maar. Ja, en toen heb hij nog gezegd van ja, dat zinnetje over bij die damesvoetbal, dat ik had gezegd over zijn een stelletje verwende sterren of zoiets van het Nederlands elftal. Ja, daar bedoelde ik het Nederlands elftal niet mee. Nee, daar bedoelde ik Frankrijk en Portugal mee. Ja, dag Louis. Hey. Nou, dus dat snapt ook iedereen wel. Dat is gewoon later verzonnen door Louis. En Louis die heeft nog een abonnement genomen op de Libelle, want die denkt, hoe brei ik dit weer recht? Nou, op die manier. Maar ja, dat gelooft natuurlijk geen kip. Hij had gewoon moeten zeggen, luister, ik doe eventjes de maxima. En dan zeg ik, een beetje dom hè, of zoiets. Zo, en dan had hij alle lachers gehad. En dan was hij ervan af geweest. Punt. Maar nee, Louis die neemt die gasten allemaal bloedserieus. Louis heeft gewoon twee dingen die heel lastig zijn. A, heeft hij dus te veel ego en is hij te vol van zichzelf? Nou goed, daar kunnen we gewoon elke keer ook om lachen. En twee, hij denkt dat iedereen in de media, dat die tegen hem is. Die ziet hij als een vijand. Nou, dat zijn twee verschrikkelijke afwijkingen. En ja, dan slaat hij gelijk steeds op aan en dan raakt hij helemaal in de war en dan gaat hij rare dingen zeggen. Nou goed, en ik stel dus voor
beste vrienden, met elkaar, wij, de rest van Nederland misschien niet, die gaan zich daar enorm aan ergeren en aan storen en blijven dat doen. Maar wij met elkaar, jullie hier van het kanaal, de volgers en ik, wij vanaf nu, wij lachen om Louis.